een brede glimlach net als op het podium. Het was, je had naar je zin volgens mij. Ja, en om eerlijk te zijn had ik mezelf van tevoren een doel gesteld. En dat was plezier hebben. Ja. Want het afgelopen jaar en natuurlijk ook daarvoor was het eigenlijk altijd serieus en altijd heel spannend. En dan is er door de zenuwen en door de prestatie natuurlijk niet altijd tijd om te genieten. Ja. En vandaag heb ik dat geprobeerd en is toen wel redelijk gelukt. Ja. Ja, want je speelt tegen een taaie Italiaanse. Ik ben net terug ook van vakantie. Ja. Heel weinig gedaan eigenlijk. Ja. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je er nu zelfs van, nou, kan ik er nog wel? Ja, nou ja, je weet dat het kort is. En ik heb optie ook graag. En natuurlijk met het uitvallen van Peter Mullenberg en Rico de la Cruz. Dus ik heb geen optie om te zeggen, dan ik sla deze even over. Nee. En ik heb gewoon goede trainers, Hans van Vier en Hans Kroon, die het fysieke werk doet. En die zorgen er gewoon voor dat ik in 2,5 weken fit ben. Ja. Dat is gelukt. Ja. Je had al een tijdje niet meer in Nederland gebokst. Nu dan eindelijk sinds een paar jaar weer wel. Hoe is het bevallen, deze ambiance? Ja, prima natuurlijk. Leuk zo, net voor de kerst. Ja, de sfeer is gewoon leuk. En voor mij is het heel leuk om weer in het Nederlands team eigenlijk te acteren. Want ja, vaak als ik naar het buitenland ga, dan is dat met mezelf. Of met Alicia Hoske, hartstikke gezellig. Maar nooit met zo'n grote groep. En nu wel, dat is superleuk. Jullie hebben deze wedstrijd, landenwedstrijd tegen Italië, overtuigend gewonnen. Ja. Wat zegt dat jou? We zijn gewoon goed bezig en we hebben nu 3 boxers om te spelen van dit jaar. En voor 2020 denk ik dat we moeten ambiëren om het dubbele te behalen. Ja, en dan ben jij erbij, hè? Tuurlijk. Ja. Een post-Olympisch jaar 2017, wat betekent dat voor de winnares van Olympisch Zilver? Voor ons betekent het ook dat het aanstaande jaar een beetje leeg is. Er is geen EK, er is geen WK, dus we zijn eigenlijk niet echt te pieken. En dat maakt het wel weer mogelijk om er een trainingsjaar van te maken en stappen te maken. Daarnaast ook een klein beetje een verdeling naar maatschappelijk een leven opbouwen. Dus misschien 2 dagen overdag wel iets doen in werk of studie. Heb je al een baan? Nee. dus even zoeken naar hoe ik dat ga invullen. Maar ja, het is niet zo natuurlijk. Wat ik niet wil is dat ik straks 32 ben en dat ik heb gebokst. En punt. En dan was iets gewoon met niks aan. Boksen zijn altijd met hun gewicht bezig. Jij ook de komende kerstdagen of kan je lekker alles eten wat je maar wil? Ik zou niet alles eten wat ik wil, maar ik doe wel zelf mee. En je weet gewoon met trainen, het is er zo weer af. Dus ik ga wel even niet. Ja, fijne dagen. Dankjewel.